De kinderviolen zijn net binnen van de groothandel. Nou, zeg maar regelrecht uit China. En voor ons is dat gewoon nog niet speelklaar. Dus de plasticjes gaan eraf. Uh, de strijkstokken. Die moeten ingeharst worden. Met professionele muziekdocenten geeft het leerorkest muziekles op basisscholen. En heeft daarbij zo'n beetje alle instrumenten nodig die je in een orkest tegenkomt. Alles wat je maar in een symfonieorkest zit, dat gebruiken wij in de leerorkesten op de scholen. En nu starten wij morgen op de Fontein in Wielwijk en daar gaan we harpen inzetten. Alleen we hebben geen harpen en dat is uh, ja, ja, heel vervelend. Er zijn meer leerorkesten in Nederland, dus hebben ze van de Centraal Depot twee harpen kunnen lenen. Maar we hebben er minimaal zes nodig. Want als je met vier groepen van een school gaat werken, ja dan wil je toch ook alle kinderen kunnen voorzien in een instrument. Om niet langer van het depot in Amsterdam afhankelijk te zijn, moet er een eigen depot komen in de Dreegsteden. Zodat we ja, gewoon zelf iets voor het grijpen hebben en niet afhankelijk zijn van Amsterdam, waar natuurlijk ook al heel veel scholen draaien en instrumenten nodig hebben. Zo'n beetje alle betrokkenen willen zo'n depot. Het kan meteen een leerwerkbedrijf worden, maar nu moet er even worden doorgezet zodat het er dit jaar al komt. Ondertussen gaat de zoektocht naar instrumenten door. Trompetten, harpen, alle maten violen, liefst de halve en de drie kwarten. en dat geldt ook voor cellos, contrabassen, alle kindermaten. Dwarsfluiten, klarinetten. We zijn met alle instrumenten van het symfonieorkest blij. Wie toevallig een voor kinderen geschikt instrument heeft liggen, moet even langslopen bij het vioolbouwatelier aan voorstraat nummer 13.